Nou, we zijn weer om 11 uur open gegaan. Hebben uiteraard weer de nieuwe regels niet opgevolgd. Hebben dus iedereen naar binnen gelaten die een identiteitsbewijs kon laten zien en die dus inderdaad minimaal 18 jaar was. Voor de rest maakt het mij niet uit waar je woont, waar je vandaan komt of wie je bent. Vervolgens is er een controle gekomen natuurlijk van de politie en ambtenaren van de gemeente. Die hebben mij gevraagd de ledenlijst te overleggen. Ik heb gezegd dat ik geen medewerking wou verlenen aan hun vragen, aan hun controle. En dat betekent dan automatisch dat als jij de medewerking als coffeeshop-eigenaar niet toezegt, moeten ze alle klanten, moeten ze persoonlijk gaan vragen, mag ik je identiteitsbewijs zien, waar kom je vandaan? En toen gebeurde er precies datgene wat wij nou al de hele tijd roepen, waar wij bang voor zijn. Er werden van een aantal klanten werden de persoonlijke gegevens genoteerd en die hebben ze nou meegenomen. Maar wat gebeurt er nou met die gegevens? Wie krijgt ze? Liggen die dadelijk bij hypotheekverstrekker van die mensen, bij de ziektekostenverzekering, bij de autoverzekering? Moeten ze volgend jaar misschien 20-30% meer premie gaan betalen? Of ben je dadelijk je baan kwijt als je bijvoorbeeld bij het leger werkt? Dus al dat soort zaken waar we al die tijd naar hebben gevraagd en nooit een antwoord, zo niet van Opstelten en ook niet van burgemeester Hoes op hebben gekregen, al die zaken, die zijn dus nou inderdaad net gebeurd. Dus dan betekent dat dat we al die tijd het wel degelijk bij het rechte eind hadden. En dat je dus heel erg voorzichtig moet zijn met je permanent te laten registreren in een coffeeshop. Want je weet dus niet wat er met je gegevens gebeurt. En wat is het follow-up nu? Wat gaat er gebeuren? Nou, de follow-up is dat ik dadelijk een voornemen tot sluiting krijg overhandigd. Daar mag ik dan nog een zienswijze op indienen. Dat duurt dan, we gaan er een hele korte zienswijze van maken. Want wij zijn erbij gebaat om zo snel mogelijk het bevel tot sluiting te krijgen. Dus dat zullen we over een dag of twee hebben dan. En met dat bevel tot sluiting, dan kan ik pas naar de bestuursrechter toestappen. En dan kunnen we kijken van, hey lachbare, wat vindt u van deze contraproductieve symboolpolitiek? We zullen de vraagstelling iets aanpassen natuurlijk, maar we willen wel dat benadrukken dat dat is wat wij ervan vinden. Dat is een ding wat zeker is. Ja, en dan hebben we twee mogelijkheden. Eerst krijgen we natuurlijk de voorlopige voorzieningenuitspraak. Die zal dan half mei ergens komen. En die gaat zeggen of coffeeshops hier nog op de oude situatie verder kunnen draaien. Of dat zij weer open kunnen, maar of in ieder geval de anderen kunnen uiteraard ook open. Die zijn nu vrijwillig gesloten. Maar dat zij wel open mogen, maar alleen onder de nieuwe voorwaarden. Dat moeten we kijken. Dus of zoals het nu altijd was, zonder discriminatie en registratie. Of open blijven gaan, doorgaan, maar dan met de nieuwe maatregelen. Inclusief discriminatie, inclusief permanente registratie. Ik verrek het om dat laatste te doen. Dus ik blijf gewoon gesloten totdat ik van de voorlopige voorzieningenrechter hier een uitspraak in heb. En dat zal ongeveer over 2 weken zijn. Het is wel belangrijk om op te merken dat ook dat weer een kort geding wordt. Dus een voorlopige voorzieningen wordt er gevraagd. Dat betekent dat er niet inhoudelijk diep op de materie wordt ingegaan. Dat gebeurt pas in de bodemprocedure. En de bodemprocedure die neemt helaas 9 à 10 maanden in beslag. Nou, zo lang kunnen wij niet gaan wachten. Dus laten we echt hopen dat de rechter de noodzaak inziet en ook de urgentie inziet om zo snel mogelijk Maastricht te verlossen en trouwens het hele land te verlossen van het gedrocht van een wietpas. En hoe gaan de shops nu totdat die voorziening uitgesproken wordt? Gaan jullie dan dicht of blijven jullie open? Ja, ik kan niet voor mijn collega's spreken, want dit zijn geen verenigingsbesluiten. Dit zijn besluiten die nemen ondernemers zelf. Want ik kan in niemands portemonnee kijken natuurlijk. Dus dat moeten ondernemers zelf weten hoe ze dat doen. Wat wel zo is, is dat wij na het weekend maandag zullen we hier een overleg over hebben. En dan zullen de coffeeshop-eigenaren aan mij hun besluit kenbaar maken. En dan weet ik wat meer. En tot die tijd kan ik mij voorstellen, gelet op de vooral denigerende, maar zeker ook dreigende taal die onze burgemeester richting coffeeshop-eigenaren gebruikt de laatste tijd, kan ik me heel goed voorstellen dat zij hem duidelijk willen maken dat dit geen manier is om met elkaar om te gaan. Dat hij deze overlast wil samen met Opstelten. Hij wil deze nieuwe maatregelen invoeren, niet wij. Dan moet het ook maar duidelijk zijn dat wie bepaalt, die moet dan ook betalen. Want zij krijgen de rekening gepresenteerd voor al die ellende. Hij heeft gisteren nog geprobeerd in een persconferentie dat op onze boterham te schuiven. Zo van, als jullie allemaal sluiten, dan zijn jullie verantwoordelijk voor de, hoe noemen jullie dat ook alweer heel mooi, de maatschappelijke ontwrichting. Nou, als er een maatschappelijke ontwrichting komt, en geloof me, die komt er, dan kan die maar aan 1 persoon worden toegewezen en dat is minister Opstelten. En uiteraard aan burgemeester Hoes, die zo dolgraag opvolging geeft aan dit beleid en geen enkele vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid wenst te tonen, terwijl hem dat wel uiteraard zou sieren in het belang van zijn stad en van de burgers.
En heb nog één vraagje. Aan de overkant zaten een heleboel gasties en die riepen maar vuile homo, vieze homo. Wat is jouw mening daarover? Want ik was gisteren dus even bij de demonstratie en toen stond ik een meter van Onno Hoes af en toen riep er dus iemand ook vieze homo. En ik schreeuwde heel hard, geen discriminatie van homo's en geen discriminatie van cannabisten. Wat vind je daarvan? Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is natuurlijk zo dat discriminatie, dat heb ik nou de laatste dagen alleen maar lopen te vertellen, is nooit de oplossing voor welk probleem ook. Maar dan verwacht ik inderdaad ook dat net zoals ik de burgemeester nooit en ten nimmer zal aanspreken op zijn seksuele geaardheid, of wie dan ook trouwens wat dat betreft, zo zal ik ook niet accepteren dat ik word aangesproken op het feit dat ik verplicht word te discrimineren. Want dat is eigenlijk hetzelfde als dat iemand mij zou verplichten de burgemeester inderdaad dit soort benamingen te geven. En dat zul je mij dus nooit horen doen. Ik heb dan ook tegen die gastjes gezegd van dit helpt niet voor je eigen zaak, dit helpt niet voor onze zaak en toon een beetje respect en fatsoen. Want alleen met respect kun je met elkaar omgaan en kun je oplossingen bedenken. Als je elkaar voor rotte vis gaat uitmaken en gaat liggen te rollenbollen over straat, kom je nooit tot productiviteit, kom je nooit tot een echte oplossing. Wat je moet proberen is altijd elkaar met respect te blijven bejegenen en kijken samen of je naar een oplossing kunt zoeken. En die zijn er hoor, die zijn er genoeg, maar dan moet je wel bereid zijn om te praten. Nou, daar schort het onze burgemeester aan. Hij heeft dus vorige week gezegd dat coffeeshop-eigenaren in feite criminelen zijn en dat je daar zeker geen deeltjes mee moet sluiten. Sterker nog, dat je daar niet eens meer mee overleg moet hebben. Nou, dat is dus een heel duidelijke statement. Duidelijker kan ik hem zelf niet maken. De meerderheid van de gemeenteraad heeft gezegd, ga wel met die mensen praten en maak er een proefreces van. De meerderheid van de ondernemers heeft gisteren te kennen gegeven, een ruime meerderheid, dat ze tegen de wietpas zijn. Ze vrezen omzetverlies. En de meerderheid van de burgers heeft vandaag in Dagblad de Limburg gezegd, ik dacht dat het 79 of 81% was, dat ze tegen de wietpas voor Maastricht zijn. Met andere woorden, iedereen is tegen, alleen de burgemeester is voor. Dan moet hij wel de verantwoordelijkheid accepteren. Maar laten we dat wel doen, met open vizier en met fatsoen naar elkaar. Op de bal spelen, niet op de man.